Vandaag wordt de symbolische eerste steen gelegd van ons nieuwe project. En dat is exact dag op dag 26 jaar geleden dat we de opening hadden van ons allereerste project. En het totaal met het bestaande complex bij zal 10.000 vierkante meter zijn. Wij noemen het het grootste belevingscentrum in Europa, waar dat je echt kan beleven. Hoe ga je de toekomst meemaken en hoe gaat die eruit zien? Ik denk ook dat het een signaal is dat we in het midden van een crisis toch denken aan de lange termijn. We leven nu in een periode waarin dat we de medische innovatie gezien hebben van het vaccin. Dat is uniek dat dat op zo'n korte tijd is kunnen tot stand komen. We moeten aan alle innovaties denken, nu investeren in de toekomst, te midden van een crisis. Maar de vraag is vooral ook naar de toekomst toe. Hoe gaat dat ons leven allemaal veranderen? Gaan we meer thuiswerken? Gaan we online shoppen? Hoe gaan we met elkaar omgaan? Al die nieuwe technologieën, robotisering, artificiële intelligentie, daar moeten we opnieuw antwoorden geven. En dat wil Living Tomorrow doen. Zoals Antoine de Saint-Exupéry het zo mooi schreef in zijn boek De Kleine Prins. Wat de toekomst betreft is het geen zaak om ze te voorzien, maar om ze mogelijk te maken. En dat zal hier hopelijk ook gerealiseerd worden. Dank je wel en veel succes. Ik voorzie het hoogste punt van het gebouw ergens in april, mei volgend jaar, 2022 zijn we dan. En we voorzien de opening van het project december 2022.